Op dinsdag 17 september is er weer open podia in het Huis van Kuik. Een mooie samenwerking tussen Mariekehuis Land van Kuik en de bibliotheek. En bij mij heb ik twee dames die werkzaam zijn in het Mariekehuis Land van Kuik. De BIEB heeft open podia en 17 september is een van de eerste. Hebben wij als Mariekehuis Land van Kuik een samenwerking met de BIEB, heel fijn. En daarin hebben we een gastspreker uitgenodigd, Anke Verwij. Zij is woonachtig in Mil. Een jonge moeder die al een aantal jaar geleden haar partner helaas heeft verloren aan kanker. Zij heeft daar een aantal boeken over geschreven. En die avond staat in het teken van het thema Mijn partner heeft kanker en ik dan. En de bedoeling is dat zij wat vertelt van zichzelf en dat de gasten daarna met haar in gesprek kunnen. Dus het is een gespreksavond waarin een thema rondom de ziekte kanker centraal staat. We hopen op veel mensen en we hopen ook op herkenning van dat thema. Want ja, ik denk dat dat door heel veel mensen herkend wordt die met kanker te maken hebben. Ja. Het is in de Schouwburg Kuik, het Huis van Kuik, dus niet in jullie eigen nieuwe pand. Jullie verwachten veel mensen dat het daar gebeurt? Ja, dat hopen we natuurlijk sowieso. En we hebben ook verder een samenwerking met BiblioPlus, dus dat is gewoon heel fijn. En het is een mooie locatie. En in de toekomst kunnen we wellicht nu we ons eigen pand hebben, ook mensen uitnodigen om hier informatieavond of lezing of wat dan ook te kunnen geven. Ja. Ja. Het open podia, 17 september, moeten mensen zich opgeven of aanmelden ergens? Ik dacht dat het gaat natuurlijk vanuit de BIEB. Het begint om 19:30 en volgens mij is het vrije entree. Ja. Volgens mij staat de deur open en kan iedereen zo naar binnen. Ja. Iedereen welkom. Iedereen welkom. Ja. Dank je wel. Jij ook bedankt.